Schitterende paarden, wiepen en Sietske. Die bonden Sietske, allemaal van zelf jaren dat. En natuurlijk van Zaten, dat doet hij allemaal. Corrie. En we wensen de Koenen heel veel succes in zijn tweede eerste match. En we gaan kijken hoe dat Kees dat hier zo neer gaat zetten. Dat deed het ook altijd netjes. Ja, zo is het, Kees. Die gold helemaal aan het beheren bouwen. Geen ochtend en stoten, maar een vloeiende lijn door al die doorgangen. Ja, Kees van de Beek al jaren van de partij rond de wedstrijd van de regio competitie. En ook al jaren weet hij elke keer een eindklassering te pakken van de vijfde plaats. En als je er een keer in zit, dan valt Chris Scott en Celine. Ja, die zijn 13 en 4 jaar genoeg. Ja, achter op de voetje komt en dan zien we met het aan de Zielse. En we gaan kijken naar de eerste boy van Spektakel. Moedig kan niet boven zitten. Gisteren was ze op een vrijdagmiddag was ze gevallen. 200 seconden door de knie open. En we moesten nog maar een feestje zetten. Ja, maar eigenlijk zijn geen problemen. Ja, maar ik zit niet zo. Ja, en die verwaagd is op bezoek. Wie altijd in de top van de klassement van de dubbel van Konings meerheid. En we zijn benieuwd of het tijd daar hier zo nieuw in te zitten. Op de groen nog even. Dan gaan we over op het broekje, 15 seconden. Ja, zijn we terug in de normaal 55 seconden. Ik denk dat we de proberen afgewerkt hebben. Gaat het dan lukken, de man uit Sprundel en die vervaagd. 55 seconden bij Kegel, dat gaat er maar over. Nou, wat dan maar een zender is. Kijk op de gang nummer voor 8. 75 secondes. En dan gaan we naar 9 en 10 en dan zijn we beland even tussen maar uit. Bij het terrein. Ja, dus we zijn wel bij van Leeuwen. Ja, jullie worden gereden hoor ik net vanzelf. Ja, dat is wel bij jou. Ja, de cameraman is een beetje laat, maar ja, oké. We zullen er niks van zeggen. Nee. Dat weet ik niet.
denk ik ook. En hij zit nou... Hij zit naar de naam Miep. Jammer, die had ik. Die had ik toch gewist, hoor. Jouw wedstrijd. Dat was het alweer wel, hè? Ja, misschien komen. Ja, natuurlijk. De groep die wacht mee, dat zei ik. En twee keer weten we er meer aan heen. Een mooi koetsje. Ja, dat hebben we niet klaar zijn. Ik heb het niet ook al. Ik zie even mijn elektriciteitspot uit. Wat is dat? Ja, daarom zei ik al. Hij zei van, wat is dat? Ik zei nou, ik speel op allebei zo'n stekkertje aan kan. Ik zeg, dat mag helemaal vanaf midden. Oh. Ja, en de... Ik ben buiten. Ja. En achter op de koetsie, ja natuurlijk die topgroep met Jurgen, Freire, Jean, ja die zal er nog een koetsie hebben. Waar is het naar de zin? Goeie keuze. Blijf maar voor een half uurtje hoor. Ja, helemaal niet redden zo. Ja, nee, maar dat is je bij ons... Oh, ik heb wel iets te zeggen. Maar natuurlijk moet hem niet vergeten, de kegel gaan 8 tegen de 10. Ah, dat is geen probleem van de nadere.
Ja, zeker. En het ligt lekker ruim, dus alles kan mooi op zijn plek blijven liggen. Hartstikke idee, 10 op naar dat probleem. Jazeker, de tuffelkamer heb ik hier opgeschroefd. Voorwaarts in die aanspanning. En dan laten we dat in de ploffen, dan zijn we van de hoogte voorzien. Nou, dat was een klein plof. En dan zijn we bij je, dat is nummer 11. En hoe gaat het onze vader hier nou zo erin lanceren? Dat is af. Ik heb het een beetje niet keer. Nou, kijk, want hoe laat zou ik zo met ja, ik ben de Kees van de Veke. En dan vindt de Pavian die zit mee aan het werk. En die Johan van Hooydonk van de Duvel die bank. En Karen van den Broek ook zeker en die. Want ik kies ook voor de buitenste, de Witte Zee. Ja, dan hebben we een strubbeling in de aanspanning. Whisky en Pietkel. Die moeten netjes blijven passeren. Maar alles kan Johan van ooit ook niet blijven niet passeren. En de opdracht is om zo dicht mogelijk bij die kegelbegang nummer 5 op de 55 seconden te zitten. Ja, maar ze hebben natuurlijk geconstateerd. Dat moet je toch allemaal een aantal seconden meeleveren. Kan hij de Rotterdam goed maken? 5 seconden weten die daar nog is. Ja, zeker. Ja, kom maar, die 80 seconden bij je.